Hey, hallo allemaal, we zijn vandaag bij de Monkeyvold tutorial. Ik laat even zien, zoals je al zag, ik heb net even de Monkeyvold gedaan. We gaan hem even in stapjes laten zien. Wat moet je als eerst doen? Komt eerst even aanlopen, springt gewoon op de obstakel. Eén voet tegen ding, dat is echt voor belangrijk. Twee belang maken. Ga er weer af. Nu ga je proberen, als je dat een paar keer hebt gedaan, even met twee voeten erop komen, like this. Ik ga er weer even af. Daarna gaan we weer handen plaatsen. Dat moeten we ook even over hebben natuurlijk, niet vergeten. Hoe gaan we handen neerzetten? We zetten gewoon handen zo neer. Dan ga je er nu opkomen. Handen neer. Kom niet opkomen. Dus weer een beetje even in evenwicht komen. Niet vallen. Een paar keer doen. Doe hem even helemaal. Dus als je dat een paar keer hebt gedaan, doen we weer helemaal. Zo ziet het als volgt uit. Voor het tutorial. Oké, nog één ding over de landing, niet vergeten. Kijk, sommige mensen die denken wel van, ik kom er nu even lekker met twee voeten op de grond, maar komt er altijd, de snelheid komt op je gewrichten. Dat is natuurlijk slecht, dat willen we niet hebben. Dat willen we wel hebben, we willen gewoon twee voeten dus. Zodat je in één keer de snelheid kun je weer gebruiken om verder te lopen. Het is nog mooier, ik vind het zelf, maar het is maar je eigen ding wat je wilt. Dit was de tutorial van Sven Wichtson. En ik zie jullie volgende keer weer. Peace out.